Noortje. Geef je gewoon een handje, maar je moet niet wenen, hè? Nee? Kijk, Alice gaat jou helpen. Amai, het is hier stilletjes. Ik ben juf Elke, ik ben de juf van de maandjesklas. Bij ons zitten alle leeftijden eigenlijk door elkaar. Dus van peuter tot en met derde kleuterklas zitten alle kinderen door elkaar. En zo hebben wij vier kleuterklassen. Waar ik het meest plezier aan beleef, dat is als ik zie hoe dat de grote kinderen en de kleine kinderen elkaar zoveel helpen, zoveel van elkaar leren. Goedemorgen, Siem. Ben je een beetje verlegen, Siem? Mag Alice met jou meegaan voor een krabbeltje te tekenen? Flink, jongen. Bravo. In een gezin zijn er ook verschillende leeftijden door elkaar, meestal toch. En daarin zie je ook dat oudere kinderen voor de kleintjes zorgen en zo. Dus eigenlijk aanschouwen wij ons een beetje als een heel groot gezin die elkaar heel veel helpt en waaruit zou je heel veel leren. Wij zetten eigenlijk bewust de verschillende leeftijden door elkaar. Omdat zij eigenlijk ook wel leren door te kijken naar elkaar. Zo van, hoe pakt dat vriendje naast mij het aan? Ook al heeft dat een andere leeftijd. Dus daaruit leren zij ook enorm veel en is het eigenlijk ook al een differentiatie op zich. Onze deuren staan letterlijk en figuurlijk eigenlijk heel veel open. Dus dat wil zeggen dat de kinderen elkaar ook heel goed kennen. Eigenlijk alle kinderen kennen iedereen. Wij onderling met de kleuterleidsters. Wij gaan ook veel bij elkaar over de vloer. Wij praten veel, wij overleggen veel. Als je vraagt aan de kinderen in het zesde leerjaar in juni, wat is je bijgebleven van de kleuterschool? Het eerste wat er altijd uitkomt is het grote kiesuur. En dan mogen jullie naar het grote kiesuur vertrekken. Dan gaan alle deuren open, zowel de binnendeuren als de buitendeuren. Dus dan mogen alle kleuters in alle klassen spelen, overal met wat ze willen in alle hoeken. En ook buiten op de speelplaats en ook in de tuin. Dus eigenlijk is het één grote speelruimte, zal ik maar zeggen. Ja, maar...